Wat ik met Royal Dutch als merk probeer te bereiken is om een luxueus merk neer te zetten, maar wel voor een heel breed publiek toegankelijk. Victoria's Secret, wat aan de overkant van de zee ligt, waar wij altijd naar mogen staren hier uit Europa, wilde ik toch op een bepaalde manier met een eigenzinnige twist naar Nederland brengen. Dus vandaar dat ik Royal Dutch heb bedacht. Nou, we doen er nog even een paar meiden. Wij hebben niet net als Victoria's Secret de Angels, maar wij hebben onze Royal Dutch Role Models. Daar hebben we wel heel bewust voor gekozen om te laten zien aan het publiek wat past bij mij. Hè. We zijn Nederlanders, dus we hebben een rood model, een blond model, een donker model. En zo heeft iedereen wel een bepaald role model waar hij zich mee kan identificeren. Dus Royal Dutch is eigenlijk ook voor iedereen. Nou, mijn achtergrond qua opleiding zit PR en marketing. En ik zit al 17 jaar in het evenement- en marketingvak. Dus vandaar ook eigenlijk dat ik wel een heel creatief beroep heb. Ik maak zelf geen textiel, ik bedenk wel zelf de collectie. En ik heb een compagnon in Royal Dutch. En hij zorgt er eigenlijk voor dat het merk ook echt daadwerkelijk gemaakt wordt overzees. En verkocht wordt hier in Nederland, onder andere. Als ik zelf zou moeten uitleggen wat ik doe en wie ik ben, dan noem ik mezelf misschien wel het beste een manetje van alles. Nee, ik ben wel een organisator en een marketeer. En wat ik in mijn andere bedrijf doe, dat is ook met name creatieve marketingprocessen begeleiden van andere bedrijven. Maar ik vind het niet prettig om mezelf precies in een hokje te stoppen van nou, ik ben een marketingmanager of ik ben een evenementenorganisator. Ik ben altijd bezig met dingen te bedenken. Dat ligt niet vast tussen 9 en 5. Dat kan ik ook s'nachts om 1 uur ineens wakker worden en denken, oh, ik heb een leuk idee en dan moet ik dan even opschrijven. En dan werken we het de volgende dag weer uit. Wij zijn nu 1,5 jaar bezig met Royal Dutch en je ziet nu, hè, we zijn nu de 3e collectie aan het opnemen vandaag. Ja, en je ziet dat het heel erg begint te lopen. Er is gewoon toch een gat in die markt en nog steeds vraag naar hetgeen wat wij bieden. En waar zijn wij te vinden? Op dit moment ongeveer 70 verkooppunten door heel Nederland. En daarnaast in Denemarken, Noorwegen, Zweden. We zijn nu bezig met de UK, Duitsland, België. Dus ze beginnen ons ook te ontdekken over de grenzen van Brabant en Nederland. Dus dat is hartstikke leuk. Ik vind dat ik op dit moment wel echt op de juiste weg bezig ben met de dingen die mij heel veel passie geven en waar ik zelf heel veel passie uit haal. Als je iets doet wat je heel erg leuk vindt, dan gaat het bijna als vanzelf. Je moet er wel hard voor werken, maar het voelt niet als werk. Mijn droom is natuurlijk dat Royal Dutch straks in heel Europa bekend is en met heel veel plezier gedragen wordt door onze doelgroep. Dat zou ik wel heel erg mooi vinden, mijn merk Royal Dutch op een billboard, zoiets dergelijks. Dat lijkt me nou mooi om te zien. Ja.